Hoi Van Dam, jij was naar Volendam ontzettend teleurgesteld dat jullie daar gelijk hebben gespeeld. Hoe pak je de training dan in deze week weer op? Nou ja, niet anders dan anders. Wij hebben natuurlijk het eerste helft van het seizoen wedstrijden verloren die je had moeten winnen. En ik heb ook tegen die groep gezegd, we moeten af van het feit dat er altijd maar meer in had gezeten. De realiteit is dat we dat niet om kunnen zetten in winst. En daar baal ik ontzettend van. Het is zo onnodig afgelopen vrijdag ook weer tegen Volendam. Ja, die wedstrijd had je gewoon binnen moeten halen. Train je dan ook extra op afwerken? Nee, niet anders dan anders. Ik vind sowieso dat je... Kijk, dat is ook een kwaliteit, hè? Het is niet voor niks dat we zoveel kansen missen. Maar aan de andere kant, je moet ook wel weer blij zijn. Het is een cliché, maar dat je die kansen creëert. En we zijn er ook allemaal van overtuigd dat het beter kan en dat het beter moet. Maar goed, dan zou je toch eerst wedstrijden moeten gaan winnen. Aankomende vrijdag dan de wedstrijd tegen FC Os. En dat is een belangrijke wedstrijd om de aansluiting naar boven toch te behouden. Ja, absoluut. En een hele moeilijke tegenstander. Ze hebben dan het weekend verloren, maar 8 wedstrijden op rij niet verloren. Dat geeft ook aan dat ze in goede doen zijn. De werkethiek van die groep is geweldig. Er is veel duidelijkheid in de manier van spelen. Durven ook naar voren te voetballen, proberen ook te voetballen. Natuurlijk hebben ze hun mindere kanten. Maar het zal geen makkelijke wedstrijd worden, dat is duidelijk. Je hebt veel nieuwe spelers erbij gekregen in de winterstop. Er zijn er ook een stuk of 4 vertrokken. Is dat lastig werken voor jou? Nee, niet echt. En zeker niet bij Dordrecht, dat zijn we wel gewend. Er is altijd wel een verloop van spelers. En wij zijn natuurlijk niet de enige ploeg die nieuwe spelers heeft gekregen. Het is altijd wat moeilijk omdat je die spelers moet inpassen in het systeem waar je in speelt. En daar moet je heel veel duidelijkheid in geven. Dus dan is het heel belangrijk dat je in de 11 tegen 11 doet. Uiteraard eerst op bord laten zien, met videoanalyse laten zien en daarna projecteer het hier op het veld. En dan geef je duidelijkheid aan de manier van spelen zoals wij spelen. Maar wat doen we dan als ze de bal niet hebben? Goed, daar moeten ze even in groeien. Maar ik heb al bepaalde verwachtingen. Is in dat opzicht de aanwinst van Nick de Bond een toegevoegde waarde voor jou? Dat kan ik nog niet vertellen. Ik heb hem nog niet zien spelen in de wedstrijd. Maar wat hij tot nu toe heeft laten zien. Het is een jongen met een drijf. Hij pakt de diepte. En daar ben ik al heel blij mee. Durft ook de 1-tegen-1 situatie op te zoeken en heeft een goede voorzet. Dus ik hoop dat hij deze lijn doortrekt naar de wedstrijden. En ben je van plan hem op te stellen komende vrijdag? Dat denk ik wel, ja. Ik doe niet 11 tegen 11 om het in de wissel te zetten. Wat ons opviel op de training, Matthew Steenvoorde is er niet bij. Is hij nog steeds geblesseerd? Ja, die is nog steeds geblesseerd. Hij heeft last van zijn knie. Dat is natuurlijk een fikse aderlating voor ons. Maar goed, het is niet anders. Ik kan me beter druk maken en energie steken in de dingen waar ik wel invloed op heb. Ik heb ook geen idee hoe lang het gaat duren. Dat is toch een tegenvaller. Afgelopen maandag leek het er nog op dat Steenvoorde gewoon mee kon trainen en eventueel vandaag of morgen zou kunnen spelen. Ja, absoluut. Daar had ik ook op gerekend. Maar goed, het is zoals het is. Nogmaals, ik kan me er druk over maken. Hij speelt niet. Dus we moeten ons maar focussen op de spelers die we wel hebben. Dan Josimar Lima nog. Die zagen we zojuist even met de trainer langs de lijn. Hoe is het met zijn herstel? Nou, dat gaat voorspoedig, heb ik begrepen. Hij doet al wat kortere sprints. Nog niet maximaal. Maar je weet, wij spelen toch al heel veel met druk op de helft van de tegenstander. Dat we met een grote ruimte in de rug... verdedigend spelen, ja, dat betekent dus dat hij ook sprints van 40 meter voluit moet kunnen. Ik weet niet hoe dat voor staat. Ik denk dat het iets te vroeg is voor hem, maar het gaat wel de goede kant op. En als laatste dan nog, we zien Jamie Schaap nu als tweede keeper op de training aanwezig. Zijn jullie nog op zoek naar een nieuw doelman of blijft Schaap de rest van het seizoen de tweede keeper? Ja, ik ben tevreden over Jamie. Hij heeft het nog niet kunnen laten zien. Maar in tweede heeft hij wedstrijden gekeept en dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Hij voeg zich heel makkelijk in. Dus nee, we hebben geen reden om daar nog een derde keeper bij te halen.